prachtige sfeeractie. Dikke complimenten voor de fans van Groningen. Echt geweldig gemaakt. Glinsterende vlaggen op de eerste ring. Het spandoek met Groningse Nacht en daarboven de uitgaansgelegenheden waar de fans hoogstwaarschijnlijk heel graag naartoe gaan. En het liefst ook na deze wedstrijd. Het is immers de vroege zaterdagavondwedstrijd. Duarte. Verdonk. Barreto. Kaats van Metson mislukt. Duarte. El Hankouri. Soeslof eroverheen. Voorzet onderweg nog even aangeraakt. Dat is een goede kans op een kopbal. Dat is ook meteen een goal. Michael de Leeuw, net als in de Kuip. Bijzonder moment voor Michael de Leeuw, want het is het 100ste doelpunt waar hij bij betrokken is. Assist of zelf maken. En daarmee voegt hij zich ook in een bijzonder rijtje. Want in deze eeuw, los van de top 3, traditionele top 3 in de Eredivisie, lukte dat alleen Matthew Amoah en Blaise Nkoufo. En nu dus ook Michael de Leeuw bij zijn 100ste goal betrokken. En hoe? Hij maakt hem zelf. Duarte zet het op. El Hankouri stuurt Suslov de diepte in. En even met het voetje van El Karouani ertussen belandt hij perfect op het hoofd van de Leeuw. Metson, Okita. Is goed gespeeld door NEC. Okita gaat voor het schot. Een schot dat nog even wordt aangeraakt door Leeuwenburg. Hoekschop dus. Schöne. Schot van afstand is goed. Wordt gepakt door Leeuwenburg. Akman dan nog. Die kapt fantastisch zichzelf vrij. En schiet 1-1 binnen. Mooie goal van de huurling van Eintracht Frankfurt. Weggekopt. Maar niet in veilige haven. Die bal komt dan voor de voeten van Akman. En die beweging is geweldig. Tegenstander gezien. En hem ook echt onberispelijk hard in de bovenhoek geschoten. Dan Ankouri. Akman goed meegegeven. Okita zoekt de verre hoek. En schiet hem tegen de lat. NEC heeft na die openingsfase waarin het een doelpunt tegenkreeg, het licht wel heel snel gezien. El Karouani boos op Strand Larsen, want die tikte nog even de bal tegen hem aan. En dan krijgt El Karouani rood, want die deelt daar in de ogen van der Eyck een kopstoot uit. Strand Larsen niet, maar omdat hij het opstootje een beetje opjut, krijgt hij geel. NEC verder met 10. Maar is hier een echte fout gemaakt. Het lijkt er niet op. El Karouani onderweg naar de catacombe. Wegwerpgebaren van Rogier Meijer vanaf de kant. Die er werkelijk niets van snapt. Al vroeg in de wedstrijd. NEC met een man minder. Okita. Aanname. Terugleggen. Metson. En niet de 1-2. Met een man minder is het NEC dat meteen wat weet te creëren. Duarte. Weer een goede kopbal en weer een goal. Strand Larsen is de tweede die bij Groningen met het hoofd mag scoren. En zo komen de 11 van Groningen voor tegen de 10 van NEC. Hij is één wedstrijdje afwezig geweest. Danny Buijs mag weer op de bank plaatsnemen. En ziet dat dit toch een van de leukste kwarten van dit seizoen is in Euroborg. 22,5 minuut. Een rode kaart en 3 doelpunten. Ja, dit zat eraan te komen dat scheidsrechter van der Eyck een keertje naar Meijer zou gaan. In dit geval met een gele kaart in de hand. Metson, vrije trap voor NEC. Interessante plek ook voor de Nijmegenaren. De bijmuur van NEC er dus wel voor. En dat leidt genoeg af, want Schöne maakt het 2-2.
niet eens perfect in het hoekje geplaatst door Schöne, maar wel voldoende dus. Metson. Akman loopt door, maar Metson kan het ook zelf doen. Speelt zichzelf helemaal vrij, Magnus Metson. En NEC op voorsprong met een man minder. Hoe makkelijk ook. Na deze echte makkelijke balverovering voor de Deen. Hij zelf ook door die defensie kan slalom in het 16 meter gebied. Niemand die hem echt wil aanpakken. Iedereen die het voetje een beetje inhoudt. Groningen 2, NEC 3. 5 doelpunten in iets meer dan een half uur. Kassan Bierjo, een vallende omhaal. Die gaat er nog bijna in ook. En dan was het echt een omhaal om u tegen te zeggen. Strand Larsen. Jut het publiek op. Maar dat deed hij eigenlijk al met die acrobatische poging. Naar die voorzet van Kassan Bierjo. Meijer. Dat is weer een goede bal van Meijer. Echte kans lijkt er niet uit te komen voor Groningen. Of NEC moet daar achterin nog wat lopen kwakkelen. Dat gebeurt ook. Soeslof geeft voor. En niet voor het eerst in deze wedstrijd komt Strand Larsen een aantal schoenmaten tekort. Het linkerbeen van Bjorn Meijer. Is er een om in te lijsten. Niet alleen Dankerlui, maar nog een aanvallende optie voor Groningen komt het veld in. Vaste invaller Romano Postema. Dankerlui als hoogstaande rechtsback zorgt ervoor dat El Ankouri wat meer naar binnen kan knijpen in die slotfase. Waardoor het nog drukker wordt in de 16 van Brandenhorst. Dankerlui. En de kopbal van Postema, die gaat erin. Dat is nog eens een lekkere binnenkomer voor Romano Postema. De koning van de invalbeurt. Het is de 24ste keer dat Romano Postema het met een invalbeurt moet doen. Hij maakte al een eredivisie goal, maar dit is zijn tweede. Het is de gelijkmaker tegen NEC en het is zijn eerste balcontact. En een andere invaller bereidt het doelpunt voor. Damiel Dankerlui. Daar valt niets tegen te beginnen. Het vinden van een opening is moeilijk. Daar is er een. Bij Irandoust. Brandenhorst, rebound. En die bal gaat er niet in, gaat er wel in. Ja, die gaat er wel in. Weer Postema. Weer Romano Postema. En Euroborg knalt uit elkaar. Eerst die kopbal, de derde van Groningen in deze wedstrijd. Maar nu komt er geen hoofd aan te pas. Brandenhorst heeft hem. Strand Larsen kan niet binnenwerken. Maar Postema doet dat dus wel. 4-3 Groningen. Een knotsgekke wedstrijd verdient. Een knotsgek slot. En dat heeft deze wedstrijd gekregen ook. Groningen doet het. Vraag niet hoe. Zullen ze misschien in Groningen zeggen. Want die tweede helft was zeker niet een helft waarin Groningen liet zien dat het met een man meer speelde. Maar uiteindelijk, gesterkt door de gelijkmaker van invaller Postema, was het toch heel duidelijk Groningen dat het meest op zoek ging in die slotfase naar de overwinning met die man meer op het veld. En die overwinning kwam er. Weer Postema, hij de held. De koning van de invalbeurt. De koning van deze wedstrijd. En NEC hard geknokt. En ook gewoon goed gespeeld met een man minder. Gaat met lege handen terug naar Nijmegen. Groningen meldt zich in het linkerrijtje van de Eredivisie.